winderige dag. Een hele bijzondere dag. We zijn hier voor het bloemetje van de week bij de Waal. En dat is omdat Arthur Spee ons een hele mooie brief heeft geschreven. En Arthur die heeft deze bloemen voor zijn moeder Willy. Ik loop naar Arthur toe. Arthur, deze bloemen zijn voor jouw moeder. Waarom? Omdat het vandaag precies 5 jaar geleden is dat mijn moeder zelfmoord pleegde hier in de Waalkade. En dat blijft een hele moeilijke dag met een heel groot gemis. Met iets waar je nooit zou vergeten in je leven. Maar wel om iets ergens bij stil te staan. Om het vooral niet te vergeten. Ter nagedachtenis dus. Zeker. Ja. Mis je haar nog? Ja, iedere dag. En er is hier een monument ooit opgericht. Door burgemeester Steven de Vreese destijds? Klopt, ja. Ook die burgemeester zijn we nog steeds heel erg dankbaar dat hij het voor elkaar weet te krijgen. Dat we altijd nog, als we bij de Waalkade zijn, om even stil te staan bij mijn moeder. En dat het nog steeds voor iedereen een helpende hand is om de reddingsboei te pakken, mocht het nodig zijn, wat voorheen niet mogelijk was. Okay. En wij gaan de bloemen nu in het water doen, hè? Zeker. Een heftig moment, Arthur. Ja, dat blijft zeker, ja. En dit is ooit ook dus eerder gebeurd? Klopt, ja. En dan moet je je inbeelden dat je bij de krib staat, machteloos zit toe te kijken hoe ze je moeder aan het reanimeren zijn. Totdat ze later... Dat heb je ook echt gezien? Ja, ik stond daar in ieder geval bij de krib. En dan zag ik wel hulpverlening, mijn moeder reanimeren. Maar het hart van mijn moeder stond al 20 minuten stil. Oh. Dus het was al een verloren zaak. Hun hebben van hun best gedaan om nog mijn moeder in leven te kunnen behouden. Ja, en dan komt later het hulppersoneel naar je toe. En dan zegt ze van, ja, je moeder is overleden. En dan zak ik echt de grond de om moed, je voeten vandaan. Dan, goed, we gaan nu aan jouw moeder denken. Aan alle positieve en mooie dingen die er waren. Die waren er zeker. En die zal ook nooit vergeten ook. Mijn moeder was een hele lieve en vooral een zorgzame vrouw. Zowel naar haar zoon toe. Als naar anderen. En dat zou iedereen altijd wel blijven onthouden. Hoe gaan we dat doen? Niet alleen de moeder van Arthur is belangrijk in zijn leven, ook zijn vriendin Tina. En die gaat Arthur nu ook verrassen. Ja, jij schrikt nu, Tina. Ik geef jou de bloemen, Arthur. Want jij wil iets... Oeh, hoop wind. Jij wil iets tegen Tina zeggen. Ook voor jou heb ik een bosje bloemen. Dat ik heel veel respect voor je heb. Vorige week hebben we ook onze Tiamo moeten verliezen. Wat 1 jaar geleden is. En ik heb heel veel diep respect. Hè, dat je in ieder geval zo goed voor mij bent als voor anderen. Maar ook voor jezelf. En daarom heb ik voor jou dit bosje bloemen. Dankjewel, liefje. Ik hou van jou. Ik kom er even tussendoor. Jij bent helemaal niet voorbereid. Nee. Maar jullie hebben inderdaad ook een hele zware tijd samen achter de rug, hè? Ja, inderdaad. Een hele moeilijke tijd. Maar ja, we moeten door. Ja. Het is niet anders. En het maakt ook niet altijd makkelijker. Maar ik hoop dat ons geluk nou ook eens een keer aanbreekt. Na alle ellende wat we samen meegemaakt hebben en afzonderlijk. Nou, jullie hebben in ieder geval wel heel veel aan elkaar. En dat is natuurlijk een hele mooie basis om door te gaan. Ja, inderdaad. Ja. Dat is zeker. 2 oktober gaan we elkaar ons jaarwoord geven. Oh. Dus er staat zeker wat moois nog in de vooruitzicht. En er komt nog zeker wel heel veel mooie jaren bij. Ik wens jullie een prachtige toekomst toe. Dank je wel. Dank je.